Ik ben Erik van Poeken, voorzitter van de Cerro-Ster de Westhoek en heet u nu reeds van harte welkom op onze HR Fair van 26 november. Het is zo dat de regio's Oostende Westhoek nood hebben aan een werkgelegenheidsbeleid dat meer kansen biedt op de werkstelling, zowel voor jong als voor oud. Mijn naam is El Stieren, ik ben HR Account Manager bij Picanol en deze HR Fair vind ik een uniek initiatief en heel belangrijk voor onze regio. Simon Kriaks uit Ieper. Niemand is zo slim als iedereen samen. Laten we 26 november ideeën uitwisselen over onze Westhoek. Aandacht voor alle generaties is in de bedrijven en bij de overheid trouwens ook onmetelijk belangrijk. De evoluties die er nu zijn, langer werken, de bevolkingsopbouw, brengt mee dat aan die verschillende generaties kansen moeten geboden worden om het daar zo goed mogelijk te stellen en dat de ondernemingen daartoe kunnen leren van elkaar en van vele initiatieven. En daarom is het uitwisselen op zo'n HR Fair beurs enorm belangrijk voor de Westhoek. Ik ben Wout Verbeke, HR-directeur van de Plopsa Groep en ik tracht op 26 november zeker aanwezig te zijn op de HR Fair. Ik ben Patrice Baakrood en als regio-directeur van VOCA Westhoek hoop ik alle werkgevers uit de regio te ontmoeten op de HR Fair. Ik ben Ilse Leiring, HR-manager bij de Sleek Lama uit Beeselaar en ik kom op 26 november zeker naar Dixmeiden. Wij zijn immers steeds op zoek naar praktische tips en tools in functie van ons personeelsbeleid. Ik ben Erwin van der Keelen, voorzitter van Unizo Regio Westhoek. Het is heel belangrijk geworden om in onze ondernemingen tegenwoordig de oudere werknemers gemotiveerd en dus ook langer aan de slag te kunnen houden en maximaal van deze know-how te profiteren. Ik ben Luc Page, zaakvoerder van Page Electronica uit Poperingen en ik vind deze HRM-beurs een ongelooflijk goed idee. Ik ben Elvira, menu-coördinator van Net als Vertiepen en 26 november staat al ruime tijd aangeduid in mijn agenda. Ik ben Firna Jonkere en als verbondssecretaris van ACV Oostende Westhoek nodig ik u graag uit naar de HRM-beurs. Het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt stilaan een must voor elke onderneming. Ik ben Christophe de Jager, burgemeester van de stad Poperingen. Ik wil dit initiatief absoluut aanraden, want het behouden en het stimuleren van talent moet absoluut een prioriteit worden in deze regio. Ik ben Roland Nering, directeur van VDAB Oostende Westhoek. Ik ben bijna 60 jaar, ga begin volgend jaar met pensioen. En de laatste 6 maanden van mijn carrière ben ik nog volop Oracle Business Intelligence aan het instuderen, samen met mijn medewerkers. Je bent dus nooit te oud om te leren. Ik ben Joke Reinhardt. HR-manager bij Fromignon, kaasmakerij Passendalen. Het is mij een eer en een waar genoegen te mogen getuigen op de HR Fair. Hallo, ik ben Bernard Jooien, zaakvoerder van Fundibo en Turnen. Ook vanuit de bouwwereld wil ik meegaan met timmeren aan de weg naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ik ben Martijn de Sutter, HR-manager bij Milkebel uit Langemark. En ik kijk vol belangstelling uit naar de verschillende tools die we op 26 november zullen aangereikt krijgen. Mijn naam is Erik van Deurs, provinciaal secretaris van het ABVV West-Vlaanderen. Ik geloof zelf in een leeftijdsbewust personeelsbeleid en kom dus zeker naar Dixmuiden op 26 november. Ik ben Rosanne Braam van Braam Gebroeders uit Handsamen en ik vind deze HR Fair een zeer goed initiatief. Ik denk dat het belangrijk is dat een fair als deze, een activiteit als deze, inderdaad aan alle mensen, jonge mensen en ook oudere mensen, de mogelijkheid biedt om in te gaan op de kansen en de troeven die er in onze provincie geboden worden om op de beste manier in te spelen op de mogelijkheden van onze economische ontwikkeling. Ik ben Petra Breijne, directeur van Unizo Westhoek. Ik heet u van harte welkom op de HRM-beurs. Het is de ideale manier om de HRM-tools te leren kennen, waardoor we in de regio jong talent kunnen aantrekken en blijven behouden. Mijn naam is Erik van Malen. Ik ben bestuurder van Spekindustrie van Malen. Ik denk dat deze HR-fair echt wel spek voor mijn bek is. Ik ben Inke Akko, personeelsverantwoordelijke bij het woon- en zorgcentrum Den Anker in Nieuwpoort en ik kom zeker naar de HR-fair. Mijn naam is Mirjam Bloderen. Ik ben secretaris van het OCMI van Wervik. Ik vind de HR Fair een schitterend initiatief, waarop we wellicht met velen al een tijdje zitten te wachten. Ik ben Guido Oster, directeur van het bedrijvencentrum Westhoek, als ook van de doorgangsgebouw van de Westhoek. En ik ben zeker overtuigd van de meerwaarde van de HRM-beurs.
Ik ben Marleen Balde, getrouwd met Paul Collier. Samen hebben wij een zaak Made in Inox in Watu. Hoe wij omgaan met de uitdaging als werkgever om kwaliteit te leveren op alle niveaus, zowel in je relatie met je personeel en de klanten, als in het product dat je vervaardigt, dat is een optelsom van veel componenten. Ik ben Luc Huizentruij, directeur van de competentiecentra van de GVAP in West-Vlaanderen. Ik hoop u te mogen ontmoeten op de HR Fair in Dixmuiden en toost nu reeds op onze samenwerking. Ik ben Lies Laridon en als burgemeester van Dixmuiden heet ik u van harte welkom op de HR Fair in Dixmuiden. Die beurs gaat door op 26 november in ons cultureel centrum Kruispunt. Van harte welkom.